Hoi, je kijkt naar de vijfde aflevering van het Just a Two of Us journaal. Met vandaag. Het is altijd jammer als je hem op weg gaat, weet je. Maar ja, wij zitten er nog in. Een terugblik op Live Show 4. Ik ben ook heel blij dat we een rondje verder zijn. Ja, ook. En ook het afscheid van Jan Joost en Edcilia. Nee, zelfs de jury vond het niet. Ja. Dus we kunnen ermee leven. Plus, uiteraard het allerlaatste nieuws uit de wandelgangen. Duo bekendmaken dat volgens de kijkers thuis volgende week weer mee mag doen. En dat is geworden. Gaan we het samen doen? Komt ie aan. 1, 2, 3. Bo en Rut! Ja, nipt. Je kan ook zeggen dat ze hebben het gewoon tot het eind uitgesteld. Hè? Nee, maar het was inderdaad niet. Ja. En ze voelden me. Hè, en we hebben het gewoon helemaal tot aan het eind doorgezet. En ik moet eerlijk zeggen, toen wij met Edcilia en jouw Joost aan de zijkant. En ik dacht opeens, ik kwam dit hartslagmuziekje komen in en dacht ik, wat de fuck sta ik hier nou eigenlijk hier een beetje te balen van het feit dat ik hier misschien eruit vlieg. Het is afgelopen. Het is voorbij. Nou ja, we moesten eigenlijk, ja, ik zou als ik het echt verneukt had vandaag, dan had ik echt een klote gevoel eraan overgehouden, dat het was afgelopen. En nu heb ik eigenlijk gewoon een hartstikke lekker gevoel. En ik had het ook eigenlijk helemaal niet erg gevonden om voor Jan Joost en Edcilia te moeten wijken. Absoluut niet, want ik dacht, we liggen er recht uit. En we gaan met stijl, wat ik al eerder zei, weg. Ziet er goed uit, het plaatje. Ja, nee, en heb je het goed gedaan. Ik vond het leuk om hem te ontmoeten hebben en het hele programma is zo gezellig. Mensen zouden moeten weten hoe leuk het echt achter de schermen. Zes koppels gaan door naar de volgende show. Hoe staan de zaken ervoor? Ja, jongen. Jullie zijn weer door. Hoe ging het nou? Yes. Nou, Rob zegt dat ik er geen plezier in heb. Het is inderdaad niet helemaal mijn ding. Maar als ik er ga, dan vlieg ik wel. Ik vlieg hier over dat podium. Daar ga ik er wel voor. Ja. Ik vind het wel leuk. Ik vond ook dat hij het eigenlijk anders had moeten formuleren. Ik vond dat hij had moeten zeggen dat het zo bijzonder is dat jij dingen als Songfestival en Letten staat te zingen. Dat had hij moeten zeggen. Ja, dat is toch wat, hè, Noertje? Ja. En ik vind eigenlijk helemaal niet leuk, steeds als er mensen afvallen. Ik vind het echt niet leuk. Nee. Ik vind het jammer, want Edje en ik zijn toch wel een soort van vriendinnen en zo. En ik vind het toch. Weet je, maar aan de andere kant denk ik dat het goed voor haar is dat ze zich kan focussen op het Songfestival. Absoluut. Want dat wordt het echte werk, hè. Ze moet Nederland vertegenwoordigen en dan kan ze nu alles op toeleggen. Dat weet je, dus dat is zeg maar een soort van troostpuntje. Ja, dat vind ik ook. Ik heb wel zoiets van ze kan lekker nu rusten. Ze kan gewoon bam, helemaal Knallen. Daarvoor gaan. Ja, het ging. Ze heeft een bloemen gekregen van mijn fans, hoe top. Ze neemt gewoon hoe noem je dat, de fakkel over. Dankjewel. Top, hè? Leuk, hè? Nee, was echt, het ging lekker. Zijn we goed door, man. Ja, man. Maar het is een raar programma, hoor. Godverdomme, er gaan er weer twee mensen weg. Ja. Ik vind het zo raar iets. Het wordt wel minder leuk, omdat je steeds, nou niet minder leuk om mee te doen, maar omdat er steeds mensen wegvallen en dan ben je helemaal niet mee bezig. Ja. Totdat er weer iemand weg is. Je bent toch lotgenoten bij de man. Ja. Daarom ben ik ook zo blij dat we dan meteen doorgaan. Dan hoef je die sing-off niet te doen. Dat lijkt me helemaal drama. Hel. Sing-off, man. Dat bedenken ze. Ik wil het niet meemaken. Nee, als het even kan, meteen door. Het is altijd jammer als iemand weggaat, weet je. Niet. Maar ja, wij zitten er nog in. Ja. Oh, Lord. Wat spannend, hè, broer. En we zijn concurrenten, maar dat maakt niet uit. We hebben het heel gezellig. Ja. Ja, ik vind iedere week vind ik weer een blessing, hoor. Iedere week dat je erin zit, heb precies van nou, helemaal ja. Dus het komt goed? Helemaal. Nou, we gaan onze mannen zoeken. Doei! Wij zijn door. La 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 la. Ja, we zijn heel erg blij. Dus ik ben alle stemmers heel erg dankbaar. En ik hoop dat jullie volgende week, dat jullie ons net zo hard steunen als vandaag. Ik vind het helemaal te gek. En ik ben ook heel blij dat we een rondje verder zijn. Ja. Ook. Dus we gaan lekker de volgende keer een ballet gaan we doen. We hebben zin in. De heetste nieuwtjes hoor je altijd in de wandelgangen. Het Just a Two of Us journaal sluipt daarom door de gangen van Studio Weesp voor de allerlaatste roddels. Wat ik nu eigenlijk probeer is gewoon zingen. Nee. En dan is het misschien, ik wil niet zeggen dat je vals moet zingen, maar je moet niet proberen mooi te zingen, denk ik. Want dan ga je er mis in. Ik zal even een klein stukje voor doen. No summer night. Ja, ik vind het onwijs leuk.
Maar ja, ik heb nu heb ik altijd zo na het eten even zo'n kleine, ken je dat, zo'n after dinner dip. Die heb ik nu even, maar goed, daar kom ik wel weer overheen. Misschien even een klein colaatje of een Red Bulletje of zoiets. Dat is wel goed, hopelijk. Voetballen, ja. Ik weet niet. Ja, doe maar. Automatisch mijn oren dicht als ik iets zie aankomen, weet je wel? Even een verhaal. Zie je, zo gaat het hier. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Doe dicht. Jongens, is het gezellig hier? Nee. Je zou bijna denken van, nog één keer herkansen. Is het hier gezellig? Dat kan niet, hè? We zijn naakt. Dat kan niet. Doei. Nou, zo is de sfeer dus. We zijn nog goede M&M's. Naakt Peggy Jane. Mag ik even vragen? Oh, sorry. Naakt Peggy Jane. Ik vind het vet, zeg, die haren. Ja, dat moet je niet zeggen. Zeg. Is het leuk, heb je dezelfde kapper als Siep? Vet haar! Dezelfde kapper als Siep! Tot zover aflevering 5. Vrijdag weer een aflevering, dan met nieuwe repetitiebeelden.